Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie meenemen in mijn haarwasroutine. Ik heb namelijk een aantal producten gekregen om te proberen voor het haar. En ik ga je dus in deze video laten zien hoe ik deze producten ga gebruiken op mijn haar. En uiteraard zal ik ook wat meer informatie geven over deze producten. Ik heb deze producten dus niet zelf gekocht, maar gekregen. Maar mocht je benieuwd zijn naar de producten en mijn haarwasroutine, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De producten die ik heb gekregen zijn van het merk Eyes Professional en zijn verkrijgbaar bij de Haarboutique. Ik zal even een link van de website ook in de beschrijving zetten. Ik heb hier allereerst een shampoo gekregen. Je hebt best wel veel verschillende soorten. Ik heb de shampoo voor golvend en krullend haar gekregen. En deze shampoo die is compleet vegan. En is gebaseerd op een mix van 6 biologische oliën. Hij hydrateert en voedt golvend en krullend haar. En helpt kroezen onder controle te houden en je krullen te definiëren. Ik heb heel erg last van pluizig haar. En toen werd deze lijn mij aangeraden. Het zijn hele mooie verpakkingen. Er zit 250 milliliter in. Dus dat is heel fijn. Dus dat is allereerst de shampoo. Het volgende product dat ik heb gekregen is een conditioner. Het is Tame My Hair, zo heet het ook. Hier zit ook 250 ml in en ook deze helpt golvend en krullend haar te hydrateren en ook te voeden. En ook om kroezen onder controle te houden. Ook deze heeft een unieke formule met 6 biologische oliën. Dat vind ik wel heel top, dat het ook helemaal vegan is. Ik had zelf eigenlijk nog geen ervaring met vegan shampoo of conditioner, überhaupt vegan haarproducten. Maar ik vind de verpakkingen ook wel gewoon super mooi. Dus eigenlijk lijken deze heel erg op elkaar. Gelukkig staat erop wat conditioner is en wat shampoo is. Dat scheelt heel veel. Ook uit die lijn heb ik een haarmasker gekregen. In deze flacon zit 200 ml. Eigenlijk is het precies dezelfde formule als de formules die ik net opnoemde om je golvende en krullende haar te voeden en hydrateren en het kroezen onder controle te houden. En ik ben altijd wel heel erg dol op mijn haarmaskers. Ik was wel heel blij dat ik deze ook kreeg. Dat is het masker uit deze lijn. Dan heb ik ook een haarspray gekregen. En ook deze heeft dezelfde functies, kroezend en krullend haar te hydrateren en te voeden. En heeft een unieke mix van 6 biologische oliën. In dit flaconnetje zit 100 ml. Hij heeft ook een heel fijn spraydopje. Dus dat is echt top. En dit product breng je aan op nat haar en daarna kun je eigenlijk je haar zeg maar in model feunen om het goed te laten zitten. En een lichte hold kun je ook toevoegen. Deze die herstelt ook de haar schubbelaag en hij zorgt voor elasticiteit en temt weer barstig haar. Dus dat is deze spray die ik heb gekregen. Ik zal ook nog even de ingrediënten opnoemen die er dus in zitten. Dat is Altai Sea Buckhorn Oil en deze voedt en versterkt haar. Zonnebloemzaadolie, deze voorkomt uitdrogen en kroezen. Siberische cedarolie, deze voedt en maakt je haar zacht. Daarna heeft hij ook een Arctic Goldberry Oil en deze is UV beschermend. Een verre oostelijke armantelolie en deze geeft elektriciteit en dempt. En het laatste wat erin zit is Dahurian rozenkoppelolie en deze herstelt het haar. Dus dat zijn de 6
ethische oliën die er dus in zitten. Maar je kunt alles ook teruglezen op de website, mocht je daar meer over willen weten. Ik laat eerst even zien hoe mijn haar eruit ziet voordat ik de producten ga gebruiken. Ik heb het nu afgelopen keer nog met de huidige producten gedaan die ik eerst gebruikte. En dan zien we zometeen het verschil als ik de nieuwe producten heb gebruikt. Voordat ik onder de douche stap, kam ik eerst even mijn haar door. Want ik vind het wel fijn als het al los is voordat ik ga douchen. Dat voorkomt toch dat het minder gaat klitten, ook omdat het nat gaat worden. Dus ja, ik pak het meestal gewoon bij elkaar en kam het even door en gooi het eigenlijk een beetje naar beneden, zodat ik er makkelijk doorheen kom met de borstel. En ja, dat vind ik zelf altijd wel heel erg handig om te doen. Dan zet ik de douche aan. Ik heb geen mengkraan, dus ik zet altijd eerst de hete kraan aan en daarna doe ik er wat koud bij om de temperatuur goed te krijgen. Uiteraard begin ik met het wassen van mijn haar met shampoo. Nou, het is heel makkelijk, want je klikt de verpakking hierboven zo heel makkelijk open. En daardoor gaat hij dus gewoon de opening waar je shampoo uitkomt. Dus dat is natuurlijk de eerste stap om mijn haar te gaan wassen. Ik breng een klein druppeltje aan van de shampoo op mijn hand. En als mijn haar dan nat gemaakt is, masseer ik het in. Ik vind het altijd lekker om shampoo een beetje op mijn hoofdhuid in te masseren. En daarna spoel ik het direct uit, omdat shampoo niet hoeft in te trekken. De tweede stap is dan de conditioner die ik ga gebruiken. Nou, ook deze heeft een hele handige opening door hierop te drukken. En hier komt dan de conditioner uit. Die laat ik dan eventjes 2 minuten intrekken en dan kan ik het daarna gewoon uitspoelen. Van conditioner gebruik ik altijd iets meer om aan te brengen, omdat ik best wel lang haar heb. Dus ik breng gewoon wat aan op mijn hand en masseer dat in de onderkant van mijn haar en vooral in de punten. Zoals ik al vertelde, laat ik dit dan zo'n 2 minuten intrekken, zodat het even zijn werk kan doen. En daarna spoel ik het uit. De laatste stap in het wassen van mijn haar is het haarmasker. Het haarmasker laat ik altijd iets langer intrekken, want dat vind ik net wat prettiger. Deze heeft een hele fijne opening, dus hier komt het product uit. Ik vind het altijd iets fijner om een haarmasker wat langer in te laten trekken dan de conditioner. Dus die laat ik vaak wel zo'n 5 minuten zitten, zodat het extra gevoed wordt. Dan is het tijd om het haarmasker aan te brengen. Ik neem ook altijd iets meer van het haarmasker, omdat ik dit door het hele haar heen smeer. Het belangrijkste is voor mij wel de onderkant, maar wat ik overhoud smeer ik ook bovenin. Zoals ik al vertelde, laat ik dit zo'n 1 minuut of 5 intrekken, zodat ik zeker weet dat het goed gevoed wordt. En dan kan ik ondertussen gewoon tijdens het douchen alvast eventjes mezelf wassen en zo. Tegen de tijd dat ik klaar ben, dan kan het uitgespoeld worden en dan is dat een mooie oplossing zo. Als ik mijn haar heb afgedroogd, dan is het tijd om het door te borstelen. Ik doe dit overigens met een tangle teaser. Dit werkt voor mijn haar echt ideaal. En dan ga ik het gewoon heel voorzichtig doorkammen. Ik douche altijd in de avond. Dus ja, mijn haar blijft dan altijd wat natter natuurlijk. Omdat het best wel traag droogt. Maar ik ben zelf niet zo van het feunen. Maar ik doe dit gewoon eigenlijk heel langzaam en met beleid. En dat werkt voor mij eigenlijk heel goed. Dus ik vind dat zelf gewoon ideaal zo. De laatste stap die we gaan gebruiken, dat is deze haarspray. Deze spray je in op nat haar en daarna kun je je haar dus in model gaan feunen. En kun je dus eigenlijk het gewenste model van je haar creëren. Ik feun alleen mijn haar nooit, dus ik spray hem in en ga daarna gewoon kijken of mijn haar goed en makkelijk doorborstelt. Dus deze spray is eigenlijk bedoeld om je haar in model te brengen. Dan is het tijd om de spray in mijn haar aan te brengen. Ik schud hem even voor gebruik en spray hem dan gewoon zo op mijn haar. Ik spray het ook een beetje in de eindpunten en ook een beetje bovenop. Dus ja, ik spray het eigenlijk een beetje random in mijn haar. Zoals je kan zien zit de slag echt heel mooi in mijn haar. Het is nu de volgende dag en mijn haar ziet er echt heel erg mooi uit na het gebruik van de producten. Ik ga het even doorborstelen, zodat de klitten eruit zijn.
Ik vind het altijd ook wel jammer, want ik vind het altijd wel heel mooi zo als die krul er nog zo mooi in zit. En als je doorborstelt, dan wordt het toch wel wat meer slag, maar oké. Het borstelt echt heel soepel door ook en dat vind ik zelf heel fijn. Ik kom er gewoon heel makkelijk doorheen. Ik verdeel het haar vaak even in twee delen, zodat ik het makkelijker door kan kammen, omdat ik best wel dik haar heb. Dus ja, en dan kam ik het nog eventjes in zijn geheel als alles los is. En dan doe ik het in model wat ik die dag wil dragen. Dit keer wil ik voor een staart gaan, dus dan ja, draai ik er eventjes een stiek in, zodat er een goede staart in zit. Maar ik vind mijn haar er echt heel erg mooi uitzien na het gebruik van deze producten, moet ik wel zeggen. Dus ja, ik ben eigenlijk wel heel erg tevreden. Ik kam het natuurlijk nog even wat strakker naar achter, zodat het echt op alle plaatsen mooi zit en ik geen bobbels heb. Want ik heb echt een hekel aan bobbels in mijn haar bij een staart. En zo werkt het dus prima. Nou, mijn eindconclusie van deze producten. Ik ben echt wel heel erg onder de indruk, moet ik zeggen. Ik vind allereerst de producten super lekker ruiken. Ondanks dat ze vegan zijn, hebben ze gewoon echt een heerlijke geur. En dat merkte ik gelijk. Het voelde gelijk ook heel goed en zacht aan mijn haar. Het kamde ook heel makkelijk door na het wassen. Dat vond ik echt heel fijn. Ik zal wel even een kleine toevoeging geven, want ik heb de spray heb ik iets anders gebruikt. Ik douche altijd in de avond en ja, daarna ga ik mijn haar eigenlijk niet feunen. Dus ik laat het aan de lucht drogen, maar ik heb de spray wel gewoon aangebracht. En ik moet zeggen dat mijn haar er wel heel zacht van werd en het gewoon heel goed kambaar was. Dus dat vond ik wel heel fijn. Maar de spray is eigenlijk bedoeld om je haar echt in model te krijgen. Maar omdat ik dus mijn haar nooit feun na het wassen, heb ik het ervoor gekozen om het op een iets andere manier te doen. Maar die manier werkte voor mij ook heel goed. Ja, ik ben echt super blij met deze producten. Ze ruiken echt zo lekker. Ze brengen heel fijn aan. Het intrekken gaat ook gewoon heel fijn. En ik merkte gewoon echt dat mijn haar daarna gewoon echt heel zacht was. En dat vond ik echt super fijn. Dus ja, ik vind het echt wel hele geslaagde producten. Mijn eerste ervaring met vegan haarproducten is in ieder geval heel erg goed. Je kunt heel veel vegan haarproducten tegenwoordig kopen. Er zijn ook nog wel heel veel lijnen die nog niet vegan zijn. Maar vegan haarproducten komen wel meer in de opmars. Dus ik ben echt wel heel tevreden over deze producten. Als je benieuwd bent wat ze nog meer hebben voor verschillende lijnen, kijk dan even op de website. Want er zijn echt best wel veel lijnen voor heel veel haarsoorten. Is er wel wat te vinden wat bij je past? Dus ja, nogmaals, ben je daar benieuwd naar? Kijk dan maar eventjes op de website. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien hoe mijn haarwasroutine er een beetje uitziet. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf daar die rode button aan te klikken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!